Ik kijk terug op een geslaagde avond met de, de raad, waarin we samen in gesprek zijn gegaan over de dilemma's die in mijn portefeuille zitten. Dat varieerde van het uh, dilemma veehouderij, hoe gaan we daar naar de toekomst mee om, tot uh, het beschermen van de kwaliteiten uh, van het buitengebied uh, versus de ruimte die uh, we met elkaar willen geven aan wonen en economie. Uh, Echte uh, belangrijke thema's voor de toekomst en uh, waar we met elkaar. Echt goed, goed zaken hebben uitgewisseld. Opvallend was dat de Raad het redelijk eensgezind was uh, over de richting die we met elkaar op moesten uh, en dat we uh, ja, daar ook echt wel met, samen mee vooruit kunnen. Wat ik meeneem in deze sessies is uh, toch de plezierige uh, wijze waarop dat we met de Raad uh, van gedachten gewisseld hebben. Uh, natuurlijk de richting die de Raad ons uh, gegeven heeft en wat leidt uh, tot het vervolgproces. Uh, want we hebben alles wat er gezegd is, uh, wordt opgeschreven. Uh, dat gaan we vervolgens dan een keer toetsen aan de raadsleden. Van hebben wij het goed begrepen? Uh, en van daaruit gaan wij dan de verdere uitwerking oppakken, samen met jullie. Uh, en vervolgens uh, gaan we natuurlijk ook naar de toekomst toe, denk ik, en dat hoop ik echt oprecht, in deze werkwijze verder. Dus uh, to ook toekomstige dilemma's in die hele brede portefeuille van toekomstbestendig bouwen, werken en ondernemen. Uh, uh, samen weer oppakken en samen doorpakken.